Dank u wel, voorzitter. Toch even doorgaan over die uitspraak tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof. Wij vinden het heel belangrijk, en dat is de minister ongetwijfeld met ons eens, dat wapens die wij leveren niet worden gebruikt voor mensenrechten schendingen. Nu is het zo dat de tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof ons in ieder geval tot waakzaamheid moet doen zetten. En ik vraag mij af of dit kabinet dat voldoende doet. Daar hebben wij ook aangegeven, hè, dat we eigenlijk willen dat die leverantie stopt, totdat het echte tussenvonnis wordt uitgevoerd. Maar nu is het ook zo, heb ik begrepen, dat de Nederlandse staat wordt gedaagd door de staat van Nicaragua over dat wij zouden bijdragen aan de mogelijkheid tot genocide in Gaza, omdat wij wapens leveren. En hoe kijkt de minister daar dan naar? Nou, als ik het goed heb, is dit ook gestoeld op diezelfde gedachte over die F-35 reserveonderdelen. Dat is onder de rechter op dit moment, dus daarom is het kabinet nu terughoudend om daar uitspraken over te doen. En dat gaat dus over dat logistieke centrum dat in Nederland gevestigd is, waar reserveonderdelen kunnen worden opgehaald door F-35 gebruikers. Dus even voor de goede orde, dat is iets anders. Maar het is onder de rechter, dus ik wil nu eigenlijk volstaan met te verwijzen naar wat we daar eerder over hebben gezegd.